Waar heb je je rijbewijs gekocht? In België nog. Je hebt hem echt gekocht? Ja, tuurlijk. En? Toe, toe, toe. Za. Take my advice. You better get the hell out of here. Everybody shake your body, everybody shake. Everybody shake your body, everybody shake. Everybody shake your body, everybody shake. Ja, ik ben nu 5 jaar en een half of zo in buitenland. Dus voor mij thuis is hier Manchester. Ja? Ja, hier is mijn huis, mijn familie, ja, mijn vrouw en mijn kind nu. Dus ja, dat is voor mij thuis. I'm playing, you know. Here when you get ready to play, I'm play well. Ik heb een uitdaging voor je. Kan je deze zin goed uitspreken, zonder hapering en met een gevoel van dit kan ik gewoon. Niet te langzaam, gewoon. Je klaar voor? Ja. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. De Spaanse prins, oh, wacht hè. De Spaanse prins spreekt prima. Oké. Okay. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. Ai. Oké, okay, maar nu met overtuiging hier. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. Bereid jij je voor op een wedstrijd? Ik ben eigenlijk super chill. Eén dag voor de match nemen wij zo'n speekseltest. En daar kunnen die zien als je veel stress hebt. Maar ik ben altijd in de midden. Stop. Je hebt een speekseltest? Die heb ik nog nooit gehoord. Ja. En daar kunnen we zien hoeveel stress je hebt? Ja. Het laagste is nul. Ik ben altijd een min. En dat dus... houdt in van gewoon chill? Ja, altijd. Dus ik heb eigenlijk heel weinig stress. Ik ben altijd heel rustig voor de match. Ik luister gewoon muziek. Ik ben, ja, dan vanaf dat de scheidsrechter fluit, andere Kevin. Dan gaat het los. Andere Kevin. Ook als ik klein was, nu is dat iets minder, maar als ik spelletjes speel of zo, ik kan niet verliezen. Dus ik moet winnen. En dan, ja, dan komt competitiebeest naar buiten en dan match is gedaan en dan is dat weer helemaal anders. Toe. Za. Nee. Heb je ook bepaalde rituelen voor de wedstrijd? Je zei muziek luisteren, maar ik hoor ook wel eens verhalen. Ja, ik moet eerst naar de wc of ik moet mijn linkervoet als eerste erin doen en dat soort dingen. Dat heb ik juist allemaal niet. Omdat bij mij, mijn gevoel is dat ook al probeert je altijd hetzelfde te doen, er is toch altijd iets dat je anders doet. Kevin de Bruyne is zichzelf gebleven, net als Akka omgekeerd geschreven. Welcome back. When you're ready. Welcome back. Ik denk zelfs als je bij ons op het veld zou gaan, dat je eigenlijk gewoon zo moet gaan. Wow, in één keer, hè? Ja, ik denk dat is zo de enigste manier dat je die echt zou kunnen doen. Dat was de AK-scheen. Hey! Hoe eerlijk gezegd, hoe voelt die? Als je zo iemand wegkrijgt, oh, dat is het beste. Dat was mooi. Your technique. It's very strange. It's a new one. Ik kan wel uitsloven met akka's, maar jij weet ook, er is maar één man die de echte akka uitvoert. En voetbal. Ja, dat is Ronaldinho, hè. Plezier van het voetbal. Ziet je in hem wat niet veel mensen nog tonen op het veld. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Het is meer business geworden. Hè? Ja, winnen, winnen, winnen. Liever winnen dan mooi. En wat vind jij? Er moet een mix zijn. Blender, beetje zakelijk, beetje mix. Dan komt het allemaal goed. Peper en zout. Oké,
er zijn 10 witte ballen. 10 witte ballen. Wat is de kleur van de eerste bal? Wit. Zeker witte? Mm-hmm. De tweede? Ook. De derde? Ook. De vijfde? Ook. De tiende? Ook. Wat drinkt een koe? Melk. Water zeker. Die geeft melk. Ik wil niet lachen. Vertrouwen is de basis van dit onderdeel. In deze challenge gaat een van ons gaat daar zitten en dan moet je vlak naast de hoofd schieten. De bedoeling is om zo dicht mogelijk bij de hoofd dat je niet. Maar wat mag je niet doen? Je mag niet knipperen met je ogen. Oké. Okay. You cannot stop this. Oh no. Yeah, yeah. Play it. Een beetje een zwerver. Hoe bedoel je met zwerver? Ik snap het niet. Op het veld. Je bent een beetje een zwerver. Wij zitten nu met Guardiola. Zijn tactiek is heel strikt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als de match vastzit en je zoekt zelf naar oplossingen, daar houdt hij van. Dus als je zelf gaten gaat zoeken of andere dingen gaat doen, en dan ja, die ziet dat de ploeg helpt of zo, dan dat is voor hem schitterend. Dan, die wil mensen die meedenken in het spel en zo. Dus dat is voor mij is dat top, omdat ik denk dat een van de dingen is die mij sterk maakt. And now let's find out just how talented you are. Wat voor type speler ben jij het liefst op het veld? Laatste pas. Ja, de assist. Assist. Dat zien we inderdaad heel veel. Dat is wel, kansen creëren voor anderen. Voor mij het gevoel om iemand alleen voor de goal te zetten, hetzelfde gevoel als een goal scoren. Als je iemand met een moeilijke bal of met een goede bal en je kan hem alleen voor de goal of gewoon bij wijze van spreken in één tijd laten scoren, dan heb je bij wijze van spreken 70% van de goal gemaakt. En voor mij is dat een super gevoel. Ja, dat is echt jouw ultieme climax, zeg maar. Ja, dat is. Vooral een beslissende assist dan ook. Ja. Zie, komt uit. Nu moeten we de drone uit de lucht shotten. Nee, dat is nee, dat kan. Zo... een drone uit de lucht schieten? Ja. Ik vind het een goed idee. Ja, dat gaan we niet doen, hè. Kost veel te veel geld. Luister dan, dat gaan we doen. De challenge is, wie gaat de drone het eerst naar beneden halen? De verliezer krijgt een red ass, pillenbrand. Pillenbrand. Ik ben serieus, we gaan echt een drone knallen. Nee, dat is zeven. Echt? Ja, echt? Steen, papier, schaar, wie gaat beginnen? Steen, papier, schaar. Jij mag beginnen. Big up naar Jojo Barbapap van de Barbershop King. Je klinkt als een belabberde ballerina in een ballenbak. Wie is tics in de rubber dub styling? Call him on, is the timing. Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Hou je haar netjes en je sneakers fris. Hoe dan? Nee. Oh, joh. Sorry, ik wil niet te uitbundig zijn. Het is normaal natuurlijk dat je van Kevin De Bruyne bent. Oh. Stevige billen? Ik heb dikke billen. Ja? Ja. Ga maar staan hoor. Geen probleem. Waarom ik staan? Ik heb geen schrik. Ik zal wel de hardste bal pakken. Ja, ik zal wel die benen bij elkaar doen, want... Het is tijd voor FC Gun Eats. Ik heb hier mooie patas, schoenen, kitsen van creatieve playmakers zoals jij. Wil je die alsjeblieft signeren? Want je kan deze winnen. Hoe kan je het winnen? Je moet deze video liken, geabonneerd zijn, maar het allerbelangrijkste is een originele aanzichtskaart sturen hier naar dit adres.
En wie weet maak jij kans op deze patas. Van KDD. Alsjeblieft. Dank u. You're a smart fellow.